In het kader van het Dalian woningbouwproject fase 2 is gisteren het startsein gegeven voor de bouw van 400 woningen te Morgenstond. Middels de onthulling van het projectbord en het planten van enkele palmen door onder andere RGB-minister Roline Samsudin. In totaal zullen er 700 woningen worden gebouwd. Waar de andere 300 huizen komen, moet nog bepaald worden. De woningen worden gebouwd door China Dalian International Economic and Technical Corporation Group en de kosten zijn geraamd op $70 miljoen. De opdrachtgever is de Surinaamse overheid via het Fonds Woningbouw voor Lagere Inkomensgroepen en de Surinaamse Postspaarbank SPSB. De directievoering ligt in handen van het ingenieursbureau Syntec. Er is 2 jaar uitgetrokken om de 400 woningen te Morgenstond op te zetten. Volgens SPSB-directeur Guinmar de Cromosuto is dit een project waarbij zijn bank zich wederom ten dienste stelt van de Surinaamse gemeenschap. We hebben vorige week vrijdag het startsein gegeven om de houten huizen, de modellen daarvan, reeds te bouwen. En over 2 maanden hebben we dan de expo. Deze huizen staan in Kommerwijnen en over 2 maanden hebben we dan de ingebruikname voor de expo en we willen die huizen ook helemaal gemeubileerd maken om de expo te doen, zodat wij dan de lage inkomensgroepen, voor de mensen die dan willen bouwen, die kunnen dan aangeven welke huizen ze willen om dan de bouw te starten. RGB-minister Samsudin benadrukte dat adequate en betaalbare huisvesting een basisbehoefte is van de mens. Zonder een dak boven het hoofd zijn de ontwikkelingskansen zeer beperkt, waardoor het leveren van een bijdrage aan de nationale ontwikkeling moeizaam verloopt, zegt de bewindsvrouwe. Daarom richt de regering zich vooral op de lage inkomensgroepen. In 2012 is het huisvestingsplan door DNA voor het eerst aangenomen conform de grondwet artikel 49 met als doel het realiseren van de bouw van woningen voor de woningbehoeftigen en het opzetten van een duurzame structuur voor publieke en private samenwerking. Dit wordt ook wel genoemd het tweesporenbeleid. Spoor 1, opzet van het wettelijke en institutionele kader en spoor 2, het tegelijkertijd bouwen van de woningen. Met betrekking tot spoor 1 mogen we niet ontevreden zijn. Het meest markante resultaat is dat voor het eerst in de geschiedenis een huisvestingsplan is geschreven en aangenomen in het parlement. Daarnaast zijn de volgende wetgevingsproducten in concept gereed. Wet Housing Authority Suriname, Huisvestingswet, Wet Instelling Garantiefonds Sociale Huisvesting, Wet Nationale Woningbouwfonds en Wet Toelating Huisvestingsorganisatie. Dat was RGB-minister Roline Samsudin. Ze sprak gisteren te Morgenstond waar de regering het startsein gaf voor de bouw van 400 woningen ten behoeve van de lagere inkomensgroepen.